Waarom heb je überhaupt een contentstrategie nodig? Als we kijken naar de cijfers, en daar zijn talloze onderzoeken naar gedaan. Ik zou je uitdagen om het eens eens te googlen. Alle bedrijven met een sterke contentstrategie genereren gemiddeld 126% meer leads. Ten opzichte van bedrijven die of maar wat doen, of in het slechtste geval helemaal niets doen. Kijk je naar de consumenten, en dan neem ik ook de bedrijven mee, dan liggen daar de percentages tussen de 60% en 70%. Dus van alle consumenten heeft ruim 60% wel eens iets aangeschaft door middel van een blog. Dus ze waren aan het googlen, ze komen op je blog terecht en pas ze kopen jouw product of nemen contact met jou op om uiteindelijk jou in te zetten voor jouw dienst. Dat dus content marketing en een sterke contentstrategie voor jouw business gaat helpen, dat is dus al bewezen. Alleen hoe zorg je nu voor een sterke contentstrategie? Nou, kijken we naar de contentstrategie, dan neem ik je mee in de consumentenpsychologie. Het is een 4-stappenplan waarbij je heel erg diep eigenlijk in de fases, de koopfases en ook een stukje de psychologie van jouw klant kruipt. Dus in dat brein van die klant. Ik laat je zien met welke stappen je jouw contentstrategie kunt vormgeven. En ik geef je zeer gerichte handvaten om jouw contentstrategie zo in te richten dat je altijd voldoende blogonderwerpen hebt. De juiste onderwerpen kiest die ook zeer koopgericht zijn. En hoe je dus alles op een gegeven moment in een soort van contentstrategie of contentkalender kunt verwerken. Om ook te gaan groeien naar die 126% meer leads. Voordat we verder gaan met deze woensdag gemakdag aflevering, raad ik je aan om ergens op abonneren te klikken. Klik ook even op dat belletje, zodat je zeker weet dat je geen enkele woensdag gemakdag aflevering meer mist. Ik verwijs regelmatig in de aflevering naar een vorige aflevering. Zo zorg dat je continu op de hoogte blijft. Elke woensdag plaatsen we een nieuwe aflevering vol met tips en tricks, case studies en voorbeelden. Dus mocht je het interessant vinden, zorg dat je abonneert. Heb je vragen of reacties? Laat wat van je horen. En heb je ook inspiratie voor een volgende aflevering? Laat ons weten en we nemen het mee. Als we het dan hebben over jouw contentstrategie, dan is het heel belangrijk dat je gaat nadenken welke fases jouw klanten doorlopen. En nu zijn er talloze marketingmodellen in het leven geroepen. Maar als je al die marketingmodellen hebt bekeken, ik geloof, ik heb de talloze ondertussen de revue zien passeren. Eigenlijk komt het allemaal op 4 stappen neer. Wij werken zelf met de BIG-methode. En we houden zelf, geef het beestje een naam. Je hebt de bewustwording of de behoefte. Shit, ik heb een probleem. Ik ga informatie zoeken. Dus na de bewustwording gaan klanten op een gegeven moment informatie zoeken. Dat kunnen ze doen via Google, dat kunnen ze ook doen door vrienden of kennissen vragen te stellen. Heb ik voldoende informatie, dan ga ik mijn alternatieven evalueren. Vind ik dit een goede oplossing? Vind ik dit een goede oplossing? Past dit product het beste bij me? Past dat product het beste bij me? En vervolgens kom ik op een bepaalde koopbeslissing. Dus stel wij... Je zit thuis televisie te kijken en ik pats, televisie kapot. Nou, we leven niet meer in de tijd dat je nog een zacht corrigerend tikje aan je televisie kon geven en dat hij het dan weer deed. Dus wat ga je doen? Je denkt, shit, mijn televisie is kapot, dus ik ga informatie zoeken. Grote kans dat je dan als eerste Google pakt en gaat googlen naar een bepaald soort televisie. Door het lezen van verschillende blogberichten krijg je steeds meer informatie. En kom je op een gegeven moment in de derde fase en ga jij je alternatieven evalueren. Dus ik heb een Samsung televisie of HD televisie. Vervolgens, door die alternatieven te evalueren, maak ik op een gegeven moment een bepaalde keuze en kom ik tot een bepaalde koopbeslissing. Door die 4 fases inzichtelijk te maken, kun je enorm goed inspelen, dus met jouw contentstrategie, op de fase waarin jouw klant zich op dat moment bevindt. Wij kopen televisies. Dat net die televisie kapot is. Je bent super knap als je daar dan direct op in kan spelen. Maar goed,
Vervolgens gaan we natuurlijk heel snel door naar fase 2. Informatie zoeken. Wat zijn dan de onderwerpen of de behoeftes qua informatie die jouw klant heeft? Welke televisie is het beste? Wat zijn de nieuwste televisies? Wat zijn de goedkoopste televisies? Welke televisie moet je hebben voor films? Welke televisie moet je hebben voor Netflix? Wat is het voordeel van een smart televisie? Dus ik ga nadenken van, wat zijn zoekopdrachten die te maken hebben met mijn product of dienst die ik verkoop? En hoe speel ik dan in die fase? Als jij in gaat spelen op de tweede fase, dus op de fase informatie zoeken, dan dien jij jouw consument, dus jouw bezoeker, te helpen naar de volgende fase. Dus stel, hoe kies ik de beste smart televisie? Je helpt diegene om een bepaalde met de juiste informatie en je helpt ze direct vervolgens, bekijk ook hier onze vergelijker. Of wij hebben 180 smart televisies vergeleken, dit zijn de 3 beste uit de test. Vervolgens ga ik ze helpen met het evalueren, door dus zo'n beste van de test te geven en uiteindelijk natuurlijk te prikkelen tot de verkoop. Naast dit soort onderwerpen, dus kijk eens, waar kan ik over schrijven in de informatiezoekfase? Dus voordat zij behoefte krijgen aan het resultaat of het product dat jij biedt. Hoe kan ik inspelen op de evaluatiefase? HD-televisie, 4K-televisie, curve-televisie, lampentelevisie. Je hoort al, het is niet mijn branche. En vervolgens, als je dat hebt bepaald, ga je kijken van, kan ik ook content voor een bepaalde koopbeslissing? Als je wel eens iets online hebt gekocht, dan kun je zelf ook nagaan hoe dat proces is gegaan. 9 van de 10 keer ben je wezen googlen. Je hebt wat informatie gevonden. Je hebt op een gegeven moment je alternatieven geëvalueerd. En 9 van de 10 keer kopieer je de uitkomst. Ga je terug naar Google, plak je het en kies je het goedkoopste product of product met de beste voorwaarden. Door dus zelf in te gaan spelen in de fase 1, of nou fase 2, fase 3 en los ook nog in fase 4, dus echt de koopbeslissing, dan heb je dus kans dat je iemand helemaal door alle fases laat doorlopen. Maar je maakt ook kans omdat je op fase 4 in gaat spelen met je contentstrategie. Dat is, stel dat jouw concurrent alle informatie heeft gegeven, dan kan het nog zo zijn dat je concurrent die consument heel goed heeft geholpen door alle koopfases heen, maar uiteindelijk de consument bij jou koopt. Denk dus na, welke fases zijn er allemaal en hoe speel ik daar slim op in? Denk vervolgens na, zeker wanneer je diensten verkoopt, in welke situatie zitten mijn klanten voordat zij behoefte hebben aan het resultaat dat ik bied? Dus, je bent een schilder. Welke situatie kunnen mensen zitten voordat zij behoefte krijgen aan jouw schilderwerk? Dus denk dus na, iemand is net verhuisd, gaat samenwonen, is juist gescheiden, wil zijn huis verkopen. Stel dat ik denk, hij wil zijn huis verkopen. Wat voor soort blog zou ik daar dan bij kunnen schrijven? Hoe schilderwerk je huisverkoop klaarmaakt? Ik noem maar iets. Of hoe maak je je huisverkoop klaar? En natuurlijk neem je als schilder dan misschien wel wat aanvullende tips mee. En uiteraard ben je natuurlijk niet gek en plaats je ook een linkje naar het contactformulier. Om in ieder geval meer hulp nodig en je geeft en helpt hem verder door de koopfases heen. Een andere strategie is door na te gaan van wat gebeurt er wanneer mijn klant niet koopt. Dus stel die schilder die weet dat heel veel mensen hun huis willen verkopen, ik noem maar wat. Daar ziet hij ook markt in, maar wat gebeurt er als mensen dus niet kopen? Dan moeten ze het zelf gaan doen. Nou, dan kun je dus na gaan denken van hoe maak je zelf je huisverkoop klaar? Hoe zorg je dat je kozijnen strak in de lak staan? Met allerlei tips. Grote kans dat wanneer jij expertise toont, ik kan ook schilderen, maar ik ben totaal geen professionele schilder. En geheid dat als jij maar alle tips laat zien of alle processen die jij doorloopt om daadwerkelijk kwaliteit te leveren, dat mij dat enigszins al kan helpen, maar ook een stuk kan afschrikken van ik moet inderdaad wel veel doen.
En ik zie mijzelf toch niet alles helemaal kitten, afplakken, schuren, et cetera. Misschien is het toch maar verstandig dat ik deze professional in ga zetten. Dus denk heel goed na over de vier fases. Dus bewustwording of behoefte. Vervolgens ga ik informatie zoeken. Ik ga mijn alternatieven evalueren. En vervolgens kom ik op de koopbeslissing. Pas daar je contentstrategie op aan. En ik durf je te garanderen dat wanneer je op een gegeven moment je posities in Google hebt gewonnen, je uiteindelijk goed gevonden gaat worden, je bezoekers komen en dat ook jij die leads zal zien stijgen. Of misschien als je een webshop hebt, zelfs wel je directe verkoop.